gaan we klokken voor Sofia. Een judo-gala georganiseerd vanuit de Nederlandse Politiesportbond in samenwerking met onze collega's hier in de politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Mensen die zich daarvoor inzetten met één doel, in ieder geval de kinderen, de zieke kinderen in het Sofia Kinderziekenhuis, om daar geld voor bij elkaar te brengen, in ieder geval toch nog een klein beetje menswaardig bestaan te geven. Richard de Bijl heeft er zelf ook aan meegewerkt vorige keer. Wim Ruska wilde er ook graag bij zijn. Mijn collega Kees de Haan die had me één keer de vraag gesteld van joh Wim, wil je meedoen? Het antwoord was gelijk ja. En we hebben die avond ook zeker genoten. En de zaal ook toen de kleine jongetje in één keer neerlegde. Dat weet je wel te herinneren. We willen in ieder geval namens de Politie Sportbond daarvoor hartelijk bedanken. We hebben toen een belofte gemaakt van joh, wij komen nog een keer een Sofietje bij je brengen. We zijn blij dat je de Spijkenissen bent gekomen om te komen halen. Ja, ja. Een Sofietje, het is een kleine noot, het is van, ik denk van brons gemaakt. In ieder geval iets wat symboliseert zoals het hoort zijn. Kinderen gewoon in onschuld, kinderen spelend, kinderen die ook blij kunnen zijn. We hopen in ieder geval dat we met onze bijdrage klokken voor Sofia daar in ieder geval een klein beetje wat hebben kunnen betekenen. En ik ben ervan overtuigd dat we nog een keertje knokken gaan voor Sofia. Dan hoop ik dat iedereen die hier nu de zaal is dan ook aanwezig is. En wellicht dat je er weer wil zijn. In ieder geval heel hartelijk bedankt. Oké, het is een toevalligheid van deze avond dat ik ben toevallig een liefhebber van allerlei bronzen beeldjes. Als je in mijn huis kijkt, dat staat er eigenlijk vol met bronzen beeldjes. Maar ik zal dit een speciaal plekje geven natuurlijk, want het is natuurlijk wel iets speciaals. Zeg hartstikke bedankt nogmaals. Heel graag gedaan. En we zien elkaar. Ja, goed.